Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag laat ik jullie de favoriete producten van februari zien. Die hadden jullie nog te goed van mij in video. En ik moet zeggen dat het er best wel veel zijn. Ik heb mijn mandje best wel gevuld. Zo in het mandje lijkt het misschien nog niet zo heel veel. Maar toen ik het net eventjes los had liggen, dacht ik wel van wow, dat is toch best wel veel. Ook zitten er soms wel producten bij die er misschien meerdere inzetters, meerdere blushes of meerdere highlighters. Maar goed, het zijn toch mijn favorieten van februari die ik heel fijn vond. Dus die wil ik dan toch wel laten zien. En omdat het best veel is, gaan we gewoon gelijk even snel beginnen. Het eerste wat ik uit het mandje vis is dit contourpalet van Max & More. Oftewel van de Action. Contourpaletten die komen gewoon steeds vaker in assortimenten te liggen. Wat ik ook erg leuk vind is dat Action er ook eentje heeft gekregen. En het is ook een hele mooie verpakking, moet ik zeggen. Je hebt een bronzer, je begint met een contour, een bronzer, een shape en een highlighter. Ook zit er hier een klein tekeningetje in het spiegeltje waar je de producten kunt gebruiken. Ook zit er nog een uitgebreide omschrijving in het doosje, gebruiksaanwijzing. En dat is best wel fijn, vooral als je nog niet zo thuis bent in het contouren en dat soort dingen. Dan is dat best wel handig, maar ook al wil je het alleen maar gaan leren bijvoorbeeld, is dit gewoon een heel ideaal palet. De oppervlaktes van het product zijn gewoon best wel groot, dus je kunt er ook best wel gemakkelijk in dippen met je kwast. En ze zijn gewoon heel goed gepigmenteerd, de kleuren. Dus dit is gewoon echt een aanrader voor als je van contouren houdt. Dan heb ik een nagellak. Deze is ook van de Action. Dit is van het merk Fashion Professional. Daar heb ik al meerdere artikelen van gereviewd op mijn blog. Maar deze nagellak die vond ik gewoon heel erg mooi. De kleur die was heel mooi intens. Het was iets met rood. Maar op je nagels viel hij niet echt rood uit. Het was meer een beetje, ja, niet zo fel, zeg maar. Dat vond ik best wel mooi, want ik heb ook al wel andere rode kleuren die veel feller zijn. Dus deze was dan iets minder en dat vond ik best wel heel erg mooi. En gewoon voor het geld was het gewoon wel een hele goede nagellak. Ik ben random dingen aan het pakken uit mijn mandje, maar ik heb wederom weer een Action product vast. Dat is deze concealer van de Action. En Action had eigenlijk nog niet concealers die vloeibaar waren. En sinds een tijdje heeft Action die wel. En ik moet zeggen dat hij heel fijn is. Dekt heel goed. Heeft ook een lichte highlight in zich. Dus je kunt het ook wat oplichten. Ik heb trouwens de kleur 03 beige. Je had meerdere kleuren. Maar als je op zoek bent naar een goedkope concealer, is dit echt wel een aanrader. Want hij dekt gewoon prima. Ik vind hem eigenlijk bijna net zo goed als die van Essence. En het scheelt gewoon in prijs een heleboel. Dan heb ik deze blush stick van de HEMA. Ik heb 01. Dit is een blush stick met een rond kopje, zeg maar. En dat vind ik heel fijn, omdat dit heel fijn aanbrengt. Normaal als een blush in een stick zit, dan moet je ze vaak omhoog draaien. Dat vind ik iets minder fijn. Maar omdat deze dus rond is, vind ik dat wel heel fijn. Omdat het gewoon ook prettiger is met aanbrengen. Met de ronde bewegingen. En ik vond de kleur ook heel erg mooi. En het ziet er gewoon heel mooi uit. Vooral ook nu we toch wel richting de lente gaan. Vond ik dit gewoon een heel mooie blush. Dan heb ik dit Catrice Allround Concealer palette. Ik vind dat een heel fijn palet. Ik had hem al een tijdje in huis. Maar ik had hem nog niet eerder gereviewd. Dus afgelopen maand was het er dus tijd voor. Je hebt een groene kleur voor rode plekjes. Dan heb je een rode kleur om oneffenheden te neutraliseren. En dan heb je drie beige kleuren. Dus je kunt eigenlijk de kleur kiezen die het dichtst bij je huid ligt. Dat vind ik heel erg handig dat ze er drie beige tinten in hebben gedaan. Want zo is die eigenlijk voor de meeste huidtypes gewoon geschikt. En de dekking is gewoon super goed. Ik was al heel erg fan van die kleine potjes van Catrice, van die concealers. En dit palet is gewoon super goed dekkend. Dus daar ben ik er ook super blij mee. Dan heb ik twee lippenbalsems. Dit zijn de Mini Sheer Lip Balms van Essence. Dit is de Chubby Berry. Dit is een donkere kleur. Ik zal het dopje er even afhalen. En dit is de Little Miss Rosie. Ook een beetje een donkerdere
kleur, maar wel weer een stuk lichter als deze. Ik moet zeggen dat ik heel erg van lippenbalsems hou die getint zijn, omdat je ook gelijk verzorging hebt en het voelt een stuk minder vet aan. Wat ik altijd het probleem heb is dat als ik wegga en ik ga bijvoorbeeld ergens heen waar ik wat ga drinken of zo, dan heb ik altijd, als ik dan lipstick draag, dan heb ik altijd van die randen aan het glas of de beker zitten. Waar ik dan uit drink. En dat is best wel vervelend. Dat heb ik dus met deze sheer lippenbalsem dus totaal niet. En ja, je hebt toch een kleur en je hebt gelijk verzorging. En je hebt gewoon zoveel meer voordelen dan bij een lipstick. Wil niet zeggen dat ik de lipstick in het min wil drukken voor een lippenbalsem. Maar op zijn tijd vind ik gewoon een getinte lippenbalsem gewoon heel fijn. En deze geeft gewoon voldoende kleur af en verzorgen ook nog eens heel fijn. Dan heb ik deze Stay All Day poeder van Essence. Dit is een long lasting poeder. Ik gebruik ook altijd de foundation hiervan. En die vond ik ook al super fijn. Ik heb de kleur Matte Nude. En deze vond ik dus ook super fijn. Ik heb deze ook weer met veel liefde getest. En het is een heel hele fijne poeder. Lekker zacht. Past perfect bij mijn huidskleur. Dus helemaal goed. Dan heb ik de highlighter stick van de HEMA. Oh, hij is lekker aan het shinen, zie ik al wel weer. Ook deze heeft weer zo'n ronde bal. En dat, ja, ook bij deze is dat eigenlijk precies hetzelfde als bij de blush. Werkt gewoon heel fijn. Ook vond ik het heel mooi eruit zien. Want ze hadden eigenlijk niet echt highlighters nog bij de HEMA. Ik geloof dat ze er nu bij het nieuwe assortiment wel meerdere hebben. Maar ik was heel erg benieuwd naar deze. En deze stick die breng je heel gemakkelijk aan. Hoef je maar iets uit te vegen met je vingers. En je hebt gewoon een hele mooie highlighter. Dus daarom mag deze ook absoluut niet ontbreken voor mij. Dan heb ik het All That Grace palet van Essence. Die zat in de limited editie van All That Grace. En dit was ook eigenlijk het enige wat ik echt heel geweldig vond aan de collectie. Heel mooi palet met grijze kleuren, wat roze kleuren. Je kunt er verschillende looks mee maken. Ook zat er best wel wat pigment in de oogschaduw. Dus de lichtere iets minder. Maar zodra je naar de donkere gaat, was het pigment eigenlijk prima. Ook de spiegel vind ik best wel handig hier binnenin die je kunt zien. Dus eigenlijk wel een heel erg leuk paletje. En het uiterlijk ziet er gewoon heel mooi uit, vond ik zelf. Dan heb ik deze blushpoeder van de HEMA. Dit is kleur nummer 2. Dit is een hele mooie blush. Mooi donkerroze. Brengt heel fijn aan. Voelt heel fijn aan op de huid. En er zit gewoon lekker veel pigment in. Dus daarom vond ik het ook een hele fijne blush. Dan heb ik dit nagellakje uit de... Dan moet ik het even lezen hoor. Rouge Luxury collectie. Ik hoop dat ik het goed zeg. Het zijn altijd zulke moeilijke namen, die van Catrice. Ik heb de kleur Natural Nude. Hele mooie kleur. Echt een heel mooi nude kleurtje. Ik blijf er toch van houden. En ja, de dekking was ook gewoon heel erg mooi. En ja, het zag er gewoon heel erg mooi uit op de nagels. Ik was er heel erg blij mee. Dan heb ik dit wenkbrauwpotlood van de Fashion Professional van de Action. Je hebt een kleur. Deze had gewoon heel veel pigment. Ik ben normaal niet zo heel erg fan van potloden. Maar deze is ook best wel romig. Dus daarom vond ik deze wel heel erg fijn. En aan de andere kant zit een lifter. Dus deze kun je gebruiken op je wenkbrauwbot. Om de boel wat lichter te maken. Zodat je het echt een beetje... ja, ook een soort highlight, zeg maar. En ja, dus omdat dit potlood gewoon best wel romig was. Ik vond de kleur heel erg mooi bij mijn wenkbrauwen passen. Vond ik deze wel heel erg fijn. Dan nog uit de Rouge Luxury collectie deze mooie lipstift. Natural Nude past dus bij de nagellak. En ook dit vond ik een hele mooie kleur. Ook weer zo'n mooi nude kleurtje. Ik hou er gewoon van. En ja, het zat gewoon heel fijn en stond gewoon heel mooi. Gewoon in combinatie met de hele collectie. Dus daarom vond ik deze ook wel bij de favorieten kunnen. Dan heb ik ook nog uit de Rouge Luxury collectie dit oogschaduwpaletje. Dit is Rouge Elegance. En deze lijkt gewoon op die nieuwe paletjes, zeg maar. Het zijn een beetje baked eyeshadows. Heel erg gepigmenteerd. De kleuren zijn zo mooi bij elkaar passend. Dus ik vond dit echt een heel mooi paletje. Echt heel geweldig. En het laatste, deze drie paletjes. Die dus heel erg lijken op deze. Deze is denk ik
deze is geïnspireerd op deze. Deze drie oogschaduwkleuren. Ze zijn super gepigmenteerd. Wat ik al zei, de kleuren passen perfect bij elkaar. Ik zal ze even laten zien. Dit is de Rose Vintage. Deze heeft dus wat paarse tinten erin zitten. Ook weer die Baked Eyeshadows natuurlijk. Dan heb ik de Chest Trash Cheek. Ook een hele mooie. En de laatste die heet Meet the Gemstones. En dat is weer een zo'n kleur. Super mooie oogschaduws. Echt. Het zijn ook heel erg compacte paletjes. Ik vind deze echt super. Dan waren dit alweer mijn favorieten van februari. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik schrik best wel van de hoeveelheid producten eigenlijk die deze maand favoriet waren. Maar dat verschilt ook weer per maand. De ene maand is er meer en de andere maand is er minder. Het ligt er net aan hoe positief ik ben over de reviews natuurlijk. Voor nu wil ik jullie eigenlijk heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je abonneren op mijn kanaal. En mocht je deze video nou echt heel erg leuk hebben gevonden, doe even een duimpje omhoog. En als je op de hoogte wilt blijven van de producten die ik test, reviews, dat soort dingen, dan moet je even bij de beschrijving kijken, want de link naar mijn blog die staat daar ook bij vermeld. En dan zou ik willen zeggen, ik zie jullie gewoon heel snel weer. Doei!